En nu is het allemaal weer voorbij en gaat het echte volwassenen leven beginnen. Hey allemaal, in deze video ga ik terugblikken op de afgelopen 4 jaar dat ik als student ben geweest aan de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Communication and Multimedia Design. Allereerst wil ik zeggen dat ik echt een superleuke studententijd heb gehad aan de HVA. Ik begon mijn studententijd met een introductieweekend van mijn studievereniging. Ik kan het heel erg aanraden om vooral in het eerste jaar bij een studievereniging te gaan. Dit is namelijk een vereniging die gekoppeld is aan jouw opleiding. Dus alleen studenten van jouw opleiding kunnen lid worden van die studievereniging. En daardoor had ik al voordat ik mijn allereerste studiedag had gehad, had ik al heel veel studenten ontmoet. En dat vond ik heel erg fijn, om dan niet zo een beetje in diep gegooid te worden en in les 1 al te denken van oh, ik ken hier niemand, help. En daarbij is het natuurlijk super leuk zo'n weekend. Je gaat veel feesten, activiteiten doen. Vaak ga je in de stad Amsterdam opdrachten doen. Of wij gingen toen een weekend ergens helemaal in het zuiden van Nederland. Gingen we op zo'n stormbaan allemaal van die zeskampspellen doen. Super leuk. In het eerste jaar heb ik veel geleerd, omdat de hele opleiding CMD en alles wat daarbij komt kijken was voor mij helemaal nieuw. Dus ik heb heel erg veel geleerd. En in jaar 2 en 3 kon ik mijn eigen verdieping kiezen, wat ik heel erg fijn vond. Dus stel jij denkt nu van, oh, ik wil graag dat studeren, maar ik vind dat ene deel daarvan vind ik niet zo leuk. Dan heb je grote kans dat je dat deel uiteindelijk kan laten vallen. Of dat je kan verdiepen in de delen die je wel leuk vindt. Dus dat vond ik heel erg fijn. Ik ben in jaar 2 en 3 minder actief geweest bij mijn studievereniging. Omdat ik een beetje mijn eigen vriendengroepje had. En ja, daardoor ging ik minder om met de studievereniging. En ik kreeg een druk met school, waardoor ik meer wilde focussen op school en minder naar de borrels ging en naar de feesten ging. Toen heb ik mijn stages gehad. Stages vind ik eigenlijk wel super leuk, omdat je eigenlijk wat je in theorie leert en in praktijk leert op school, kan je er nu toepassen in de volledige praktijk. Dus je ziet hoe het eigenlijk in een echte scenario eraan toe gaat. Omdat je op school natuurlijk vaak ja, scenario's krijgt die niet echt zijn, of je krijgt een case die verzonnen is door school. En op stage kan je het ja, gewoon voor een echt bedrijf en voor een groter of een kleiner merk echt waar gaan maken. Dus dat vind ik heel erg tof. Ja, het afstuderen, dat vond ik ook cliché maar waar. Maar de tijd ging zo snel. Maar als ik terugdenk aan wat ik dan allemaal in het half jaar afstuderen heb gedaan, dan denk ik ook echt van wow, het ging snel. Maar aan de andere kant heb ik ook weer superveel gedaan in zo weinig tijd. Waardoor het weer lijkt alsof ik er langer over heb gedaan. Zo, allemaal heel raar. En nu is het allemaal weer voorbij en gaat het echte volwassene leven beginnen. En ja, ik kijk gewoon terug op een superleuke tijd. Ik heb veel gedaan voor Social Reporter, voor de Hogeschool van Amsterdam. Dus je hebt mij misschien gezien op het Snapchat kanaal, op het YouTube kanaal, op het Facebook kanaal, op het Instagram kanaal van de Hogeschool van Amsterdam. En die beheers ik ook. Dus soms als je een vraag stelt, kan het zijn dat ik die vraag dan heb beantwoord. Of ga beantwoorden. Ik ben gewoon heel erg blij. Ik ben blij met mijn keuze. Ik ben blij dat ik mijn kleine stadje Harderwijk heb verlaten voor een grote stad Amsterdam. En ja, dit is een beetje hoe ik terugkijk op mijn studietijd. Mocht je nou specifieke vragen hebben over hoe ik iets heb ervaren, hoe ik mijn minor heb gedaan, hoe ik bepaalde keuzes heb gemaakt, hoe mijn portfolio er nu uitziet, hoe ik dat heb opgebouwd. Mocht je iets willen weten, dan kun je dat even hieronder vragen en dan zal ik daarop antwoorden. Ik ga nog een paar video's maken voor de laatste maanden van dit schooljaar. En daarna ben ik helaas geen HVA YouTubester meer. En dan zal er een nieuwe YouTuber voor mij komen. Mocht je nou mijn vorige video zien waarin ik met Joey vertel hoe je als student zo min mogelijk plastic kan gebruiken, klik dan hier om die video te zien. En wil je geen video's van ons missen, dan kan je hier klikken om te abonneren. En dan zeg ik voor nu, zoals altijd, ciao!